Haringdonia, heerschap te Heeg, is de naamgever en stamvader van de Haringsma's. De Haringsma's zijn niet de stichters van Sloten. Dat waren de voorouders van Haringdonia, de Albada's en Sikkinga's uit Staveren. Met de economische neergang van die stad had het machtscentrum zich verplaatst naar het gebied rond Sneek. Van daaruit slaagden Haring en zijn nakomelingen er in de 14e eeuw in om de hegemonie te verkrijgen over de doorgaande vaarwegen in de Zuidwesthoek en daarmee ook over Sloten. Maar Sloten bestaat dan nog niet zo lang. De stad heeft zijn ontstaan namelijk te danken aan de ecologische ramp die zich in de loop van de 13e eeuw in de Zuidwesthoek van Friesland heeft voltrokken. Om dat uit te leggen, moeten we enkele honderden jaren terug. Dit is een kaartje van het noorden van Nederland, zoals het eruit zag rond het jaar 800. Wat meteen opvalt, is het grote donkergekleurde gebied. Dat is het dikke pakket hoogveen dat over een groot deel van Nederland lag. Daar woonden in die tijd nog bijna geen mensen. Veengrond is namelijk niet geschikt voor landbouw. De grond is veel te nat en begroeid met ontoegankelijk en gevaarlijk moerasbos. De mensen noemden dit daarom de woeste gronden. Ook het toekomstige Sloten ligt in dit gebied. De kwelders daarentegen bestaan uit vruchtbare zeeklei en daar hebben de mensen zich gevestigd. Maar ook daar is het nat, want de zee overspoelt regelmatig het land. Om hun huizen en hun vee te beschermen tegen het water zijn de mensen terpen gaan bouwen. En omdat het land zo vruchtbaar is, groeit de bevolking en komen er steeds meer en steeds grotere terpen die vaak uitgroeien tot kleine dorpjes. Diezelfde zee zorgt er ook voor dat het landschap voortdurend verandert. In het westen dringt de zee via de Marneslenk het land binnen tot bij Bolsward. In het noorden baant hij zich een weg via de monding van het riviertje de Borne. Dat is de vroegere Middelzee. Als de Middelzee op zijn grootst is, maakt hij contact met de Marneslenk. Het gebied ten westen van de Middelzee, dat Westergo wordt genoemd, is dan tijdelijk een eiland. De nieuwe zeearmen zijn belangrijk voor de toekomst van Friesland. Want via deze zeearmen kan het veen ontwaterd worden om als landbouwgrond in gebruik genomen te worden. Aan nieuwe landbouwgrond is rond het jaar 1000 grote behoefte, want Westergo, inmiddels bezaaid met honderden terpen, is dan zeer dicht bevolkt. En al die mensen moeten leven van wat het land opbrengt. Het veengebied werd in cultuur gebracht vanuit de hempolders rond de Marneslenk. De rechte sloten die van daaruit het veengebied werden ingegraven, verdeelden het ontginningsgebied in verschillende taartpunten die steeds in het verlengde lagen van een bestaande nederzetting. Zo ontstonden er meerdere gescheiden ontginningsblokken. Het Snekerblok, het Eilsterblok, het Abbegaasterblok enzovoort. Voor de noodzakelijke ontwatering werden de kanalen en de natuurlijke veenriviertjes gebruikt. Langs de grotere kanalen en riviertjes ontstonden de nieuwe dorpen. Zo ontstond ook Woudsend, dat op zeker moment het eindpunt was van de ontginningen in het Eilsterblok. Voorbij Woudsend, op de plek van het huidige Slotermeer, lag namelijk een extra hoog veenpakket dat fungeerde als waterscheiding. Ten noorden liep het water af in de richting van Elst en Sneek en vervolgens naar de Middelzee. Ten zuiden ervan stroomde het af naar het Almere, de voorloper van het huidige IJsselmeer.
Al die inspanningen leverden weliswaar nieuw land op, maar het was steeds slechts een tijdelijke oplossing. Omdat het veengebied hoger lag dan het omringende land, kon het water aanvankelijk door het natuurlijk verval via sloten en veenriviertjes worden afgevoerd. Dit ontwaterde veen kon enkele jaren als akkerland worden gebruikt. Daarna wordt het daarvoor te onvruchtbaar en als gevolg van de inklinking ook te nat. Het kan dan alleen nog als weidegrond worden gebruikt. Er wordt dan een hoger gelegen deel ontwaterd en ook daar kan weer enkele jaren akkerbouw worden gepleegd. Maar tenslotte zal het ontwaterde veen zozeer zijn ingeklonken dat het overtollige water niet langer kan afvloeien via de vaarten en kanalen die daarvoor juist waren aangelegd. Die vaarten overstromen nu zelfs het nieuwe land. Daarom worden ze bedijkt en moet het water met behulp van molens vanuit het land in de afwateringsvaarten worden gepompt. Zo kon het land zomers redelijk droog worden gehouden, maar 's winters liep het altijd weer onder. Als in de loop van de 12e eeuw ook nog de zeespiegel stijgt, krijgt de zee steeds meer grip op de ingeklonken veengebieden. In november van het rampjaar 1170 heeft een stormvloed zodanig grote hoeveelheden veen weggespoeld dat het brakke Almere contact maakte met de zee. En zo is de Zuiderzee ontstaan. Met het ontstaan van de Zuiderzee veranderen de zeestromen zodanig dat de Marneslenk dichtslipt. Omdat hij dan toch niet meer bevaarbaar is, wordt hij ingepolderd en in cultuur gebracht. Korte tijd later gebeurt hetzelfde met de Middelzee. Ook die wordt bijna helemaal drooggelegd en ingepolderd. Deze inpoldering van Marneslenk en Middelzee bleek pas echt rampzalig voor de Zuidwesthoek, waar het veen inmiddels zo'n 3 meter was ingeklonken. Deze streek, het huidige Lage Midden, werd een verzamelpunt van water niet alleen uit de Hempolders ten zuiden van Sneek, maar ook uit het stroomgebied van de Borne en zuidelijke Oostergoop. De laagste delen liepen vol met water dat nu nergens meer naartoe kon. Voor al dat water moesten kunstmatige afwateringen worden gecreëerd. En één daarvan werd gegraven in de buurt van het huidige Sloten. We zagen al eerder dat er ter hoogte van het huidige Sloten meer een waterscheiding lag en dat de Elster Ee noordwaarts afstroomde, dus naar het probleemgebied, terwijl ten zuiden ervan verschillende veenriviertjes samenkwamen in de Suder Ee, die uitmondden in de Zuiderzee. Onderdeel van de oplossing was het doorgraven van de Elster Ee dwars door de veenhoogte om deze te laten aansluiten op een van die zuidelijke riviertjes. Zo kon de stroomrichting van de Elster Ee worden omgedraaid en kon het overtollige water geloosd worden op de Zuiderzee. Het dikke pakket hoogveen dat de waterscheiding had gevormd klonk nu ook in en daar ontstond het Slotermeer. Met deze grote waterbouwkundige ingreep was een strategisch kruispunt ontstaan tussen de bestaande landweg en de nieuwe vaarweg. Voor de voorouders van de Haringsmaas lag het dan ook voor de hand om bij dat kruispunt een stins te bouwen. Ook de handelsnederzetting die er omheen is gegroeid hebben zij waarschijnlijk bewust gepland als een belangrijk steunpunt in de doorgaande vaarwegen van de Zuidwesthoek. En zo kunnen wij tot op de dag van vandaag genieten van wat de ecologische ramp uit de middeleeuwen ons heeft gebracht.